Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag heb ik een unboxing video voor jullie. Ik heb net dit pakketje binnengekregen. Het zit vol met kralen. En ik ga dit samen met jullie unboxen. Zijn jullie benieuwd wat erin zit? Vergeet zeker niet te abonneren op dit kanaal en geef deze video een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Ik heb dus net dit pakketje 5 minuten geleden binnengekregen. En ik kan niet wachten om het te openen. Maar ik zeg trouwens wel niet waar ik mijn kralen inkoop, want ik wil graag origineel blijven en dat is op deze manier al super moeilijk, want er zijn super veel juweelaccounts. En ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben zo benieuwd om dit open te doen. En volg zeker mijn juweelaccount even, ik zal het hier even in beeld zetten ergens. En ja, het zit vol met kraaltjes. En wat wil ik nog zeggen? Ik kan niet wachten om het te openen. Ja, ik zal het gewoon openen, hè. Maar ik wil er nog iets zeggen, maar ik weet niet meer wat. Oké, ik ga het heel even openen voor jullie. Ah ja, het duurt ongeveer 1,5 week eer wanneer het binnen is. Ja, want het heeft ongeveer 1,5 week geduurd eer wanneer het binnen is. Oké. God, dat ziet er zo cool uit. Oké, ik zal het even laten zien. Dit. Wacht, hè, want dat zit. Zet hem even weg. Oh my god, kijk. Dit zit er allemaal in. Kijk hoeveel dat is. Oké, heel eventjes mijn camera omdraaien, zodat jullie het beter zien. Dit zit er allemaal in. Het zijn super veel kralen. Ik heb niet alle kralen binnengekregen, want er waren een paar kleuren uitverkocht. Dus ja. Maar het zijn echt super veel kleuren. Oh, ik ben zo blij. Oké, ik zal alles op tafel kieperen. Oh my god, dat is keiveel. En ik zal het nu even laten zien wat er allemaal in zit. Als eerste zie ik hier gouden knijpkraaltjes. Ja, die wil ik niet scherp stellen, maar het zijn gouden knijpkralen. Dan zie ik hier kralen. Het zijn een soort van blauwe kralen. Als ik niet verkeerd, ja, het is een soort van blauwe kralen. Echt zo turquoise-achtig. Echt een hele mooie kleur. Dan heb ik hier zwart. Ja, dat wil ik niet scherp stellen, maar oké. Okay. Daarna heb ik hier roze. Oh, dit is echt een hele mooie kleur. Dan hier glimmend groen. Geel, maar hier zijn twee aparte zakjes. Maar dat zijn dezelfde kleuren, dus geel. Dan heb ik hier oranje. De kleuren zijn echt een beetje anders en mooier dan op de camera. Dan hier nog oranje. Hier heb ik ook 1,5 zakje zilveren kraaltjes. Ik denk dat het verlengstukjes zijn. Ja, gouden verlengstukjes. Dan heb ik hier paarse kraaltjes. Ja, ze zijn dezelfde kleuren. Dan hier heb ik ook iets groen turquoise-achtig. Hier heb ik blauw, felblauw. Hier heb ik rood. Dan heb ik hier felrood en dat is echt zo'n mooie kleur. Hier heb ik allemaal verschillende kleuren. Oranje, roosachtig. Wesp. Hier. Dan nog een roze kleurtje. Oh, dat is echt super mooi. En hier heb ik ook nog allemaal roze-achtige tinten. Super leuk. Dan hier heb ik witte kralen. Alleen dat lijken geen 2 mm kralen, maar 3 mm kralen.
Dus ja, ik denk dat het 3 mm kralen zijn, maar ik had 2 mm kralen besteld. Dan heb ik hier groen. Hier heb ik nog een kleur. Een soort van roodachtig. Rood en nog een kleur, maar ik weet niet welke kleur dat is. Dan heb ik hier turquoise waxkoord. 20 karabijnsluitingjes in het goud. Gouden kraaltjes. Normaal zijn het 30 sluitingjes, maar ik ga dat straks even natellen. Dit zijn 100 kauri-schelpjes. Dan als cadeautje heb ik dit soort kraaltjes gekregen, hartjeskralen, super lief. En hier heb ik nog een cadeautje met een schelparmbandje. En hier heb ik nog verlengstukjes. En dit is alles wat in deze doos zat. Deze doos. En ja, ik ben er super blij mee. Alleen denk ik dat dit 3 mm kralen zijn, maar ik had 2 mm kralen besteld. Dus dat is wel jammer. Maar dit was de video voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Vergeet zeker niet te abonneren op dit kanaal. En geef deze video een dikke duim omhoog. En tot de volgende keer. Doei! I miss my cocoa butter kisses. I'm just